13 jaar uit Rotterdam. Hij dart bij de RDO. En als hij niet dart, dan voetbalt hij graag. Mag ik een ovationeel applaus? Perry Jagan! Zijn tegenstander, ook uit Nederlands, 12 jaar uit Hoofddorp. Hij dart bij de DBA en handballen is zijn andere passie. Dames en heren, een applaus. Kenzo Fernandes Pereira. Scheidsrechter Ron van den Berg. Mooi, hè? Ron van den Berg, scheidsrechter, meldt de beide finalisten van de aspiranten. Jullie mogen allebei 6 pijlen ingooien. Het is ook allemaal wel wat. Aspiranten is tot en met 13 jaar. Dit is Kenzo Fernandes Pereira, die is 12 uit Hoofddorp. Dit is Perry Jagan. Uit Rotterdam. En dan moet je ook nog inderdaad weten aan welke kant je terug moet lopen. Both players are ready to start the final. Final is played 5-1, best of 5 legs. First leg, Perry to throw first. Game on. Perry Jagan. 100. Eerste triple is raak. Nou, bijna 2 keer de dubbel van die 20 te hebben geraakt. 85. Best of 5 legs dus vanaf 5-0-1. Het is nog wat wild en ongecontroleerd. Maar ja, als hij hier staat, dan zeker op dit podium met al die lampen in je nek, publiek, 100. Camera's, de hele meteut. Het is wel duidelijk dat ze wat kunnen. Het is ook goed dat dat gebeurt, dat ook hier zeg maar de jongsten 41. Op het podium hun kunsten mogen tonen. 45. Maar laten we wel zijn, wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. En de Nederlandse jeugd doet het goed. Al jarenlang. 60. En je hoort ook bij het voorstellen dat ze allerlei andere hobby's 100. Hebben. Bijvoorbeeld die jongen die nu gooit, heeft handbal als andere passie. Ja, dit soort gasten moeten natuurlijk gewoon voor het darts behouden blijven. 81. Check. 121. Perry requires 151. Geen 151 voor Jagan. Fernandes Pereira. 28. Kenzo requires 94. Perry requires 123. 123 voor Jagan. 21. Kenzo requires 52. 52. Tops voor Fernandes Pereira. Dubbel 10 nu. 32. Voor de jongeling uit Hoofddorp. Perry requires 102. 102 voor Jagan. 52. Kenzo requires 20. Kenzo Fernandes Pereira. Game show on the first leg. Eerste leg Kenzo Fernandes Pereira. Daarmee breekt hij dus Perry Jagan. Game on. Ja, want de komende 3 wedstrijden deze in Kluis zijn jeugdwedstrijden. Straks krijgen we de finale bij de meisjes tussen Joyce Schuurman en de Belgische Bouke Verrijd. Vervolgens
de finale jeugd. Bij de junioren, de jongens, Dimitri van den Berg uit België tegen Raubi John Rodriguez uit Oostenrijk. 63. We krijgen natuurlijk nog de finale dames. Tussen Lorraine Farlem en Julie Gore. 60. En de finale bij de heren tussen Dave Prins en Tony O'Shea. 64. Dat betekent dus dat de laatste drie finales, drie finales. Bij de junioren, de dames en de heren. Dat we daar geen enkele Nederlander zien. Daar staan wel weer jammer. 85. Kenzie require 146. Ging naar de 10. Perry require 137. 60. 20 en tops voor hem. 41. Kenzie requires 60. Nou, dat is wel erg hoog. Tops nu voor 2-0. No score. En dan raakt hij de triple. Perry no score dus. 96. Omdat hij 80 in totaal gooit. Mik op de dubbel en dan uitkomen in de triple. 66. Maar nogmaals, jongetje is 12. En nog een keer 20 en tops. Dubbel 10. 40. Perry require 30. Jagan. Met dubbel 15. Maakt iedereen een van. No score. Kenzie require 20. Dubbel 10, kan hij daar gebruik van maken voor die pijl daar? Dubbel 5. 15. Perry require 30. 0 no score. Kenzie require 5. Dubbel 2. 1. Perry require 30. Let's go, ja, dubbel 15 gevonden uiteindelijk. Third leg, it's Perry to throw first. Game on. 1-1 dus. 24. Even geen score zonder in beeld. Het staat 1-1 in deze wedstrijd. '76 eraf. 3,65. 3,97 was er voor Jagan. 55. Jagan 3,42. 3,65 voor deze Fernandes Pereira. 62. 60. Vanaf 3:13. 41. Check 43. En vanaf 282. Daar is de Jagan. 60. Vanaf 72. Fernandes Pereira gaat naar een finish toe. Als hij in de 20 blijft in ieder geval. 130. 130. Prima scoren. En inmiddels staat de score ook weer onder in beeld. 140 dus voor Fernandes Pereira. 45. Kenzie require 140. Kenzie require 112. Triple 20, 12 en tops. Perry
Betting you require 111. 41. 20 en tops voor Fernandes Pereira. En zo gaat hij met 2-1 aan de leiding. De drie legs speelt tegen de darts in. Als Fernandes Pereira het voor elkaar krijgt om deze te halen. 140. Prima begin. Dan wint hij deze aspirantenfinale. 41. Kenzo Fernandes Pereira. De scores zijn nu wat aan de mindere kant. 45. Of 267. In de 20 blijven. Je hebt de finish. 100. Van 167 namelijk. Vanaf 2,55, 60. Daar 60 vanaf, geen finish voor Jagan, 167, hoort hij niet uit. Hij komt dus terug, 60. Voor 107. Kenzie require 107. 7 en tops. Dubbel 14. Moet hij nog even over rekenen. Ja, dubbel 14 inderdaad. Hey, 107 finish om de wedstrijd mee te winnen, om het toernooi mee te winnen. De aspirantenfinale is een prooi voor Kenzo Fernandes Pereira.